De Economische Controledienst is door het ministerie van Economische Zaken getraind over het gewijzigde prijsaanduidingsbesluit dat in februari 2024 is aangepast. Vanaf 1 november moeten groot- en kleinhandelaren verkoopbonnen verstrekken en mogen prijzen in andere valuta worden vermeld met de wisselkoers. Ondernemers die de regels overtreden riskeren sancties. Consumenten kunnen klachten indienen bij de afdeling Consumentenzaken. Waarnemend president Ronnie Brunswijk heeft tijdens een bezoek aan de strafinrichting Santo Boma gepleit voor meer financiële middelen voor de resocialisatie van gevangenen. Hij hoorde de verzoeken om betere gereedschappen en aandacht voor bouwvallige ruimtes aan en nam contact op met minister Kenneth Amoksi om veranderingen te brengen in de slechte omstandigheden. Brunswijk beloofde ook het sportveld te laten onderhouden en bezocht enkele gevangenen in de ziekenboeg. Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor modebeugels, nep-orthodontische beugels, die geen functionele voordelen bieden. Deze beugels, vaak aangebracht door ongekwalificeerde personen, kunnen ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen, zoals verkeerde uitlijning van de tanden, vergiftiging, verstikking en infecties. Het ministerie roept de bevolking op om deze trend te vermijden en alleen beugels te laten plaatsen door gekwalificeerde professionals.